Twee auto's hebben zaterdagochtend 16 juli rond 10 uur op de kruising Utrechtseweg en de Universiteitsweg een flinke aanrijding gehad. De Peugeot 308 kwam vanuit de Soestdijkseweg te beeld en wilde rechtdoor de kruising oversteken. Gelijktijdig reed er vanuit Zeist een Toyota Yaris op de Utrechtseweg richting Utrecht. Mogelijk is een van de bestuurders door rood licht gereden. Twee passagiers van de Peugeot, een moeder en kind, zijn door de ambulance thuisgebracht. Alle zijn verder met de schrik vrijgekomen. De twee auto's hebben elkaar flink beschadigd en werden beide door een bekend sleepbedrijf meegenomen. De weginspecteur en de politie hadden flink wat te vegen.